Gewetensvraag. Heb je zondag liever helemaal niets te doen en je wint? Of wil je liever winnen met een heldenrol? Ja, ik wil sowieso winnen. Maakt niet uit hoe. Je grijnt zegt veel, hè? Ja, ik kies dan toch maar voor die heldenrol. Ja, als ik dan toch moet kiezen, dan voor die heldenrol. Dat is toch mooi, hè, voor een keeper. Hoe ver ben je daarmee bezig? Allerlei scenario's. Je weet, ja, in een competitiewedstrijd kun je bijvoorbeeld geen strafschoppenserie krijgen. Nu wel? Ja, nu nog niet echt per se voor een heldenrol. Maar als er straks minuut 60-70 is en je ziet 0-0, 1-1... Dan hou je er wel rekening mee. En helemaal 90 minuten. Dan ga je die verlenging in. En dan denk je ook echt van het zou wel eens zo ver kunnen worden als het penalty is. Dat het penalties wordt. Dit seizoen gaat het met de penalties best wel goed. Tot nu toe. Maar, vertel eens. Ja, twee penalties in deze competitie. Twee gingen er niet in. Dus dat is positief. Maar daar moet je niet helemaal op focussen natuurlijk. Want... Probeer het eens uit te leggen. Je hebt natuurlijk ook in België gevoetbald. Je bent jeugdkeeper geweest natuurlijk. Je hebt overal nog wel ergens gezeten. Wat is je moyenne? Ik bedoel, ben jij een killer? Ja, tot nu toe wel. Je moet daar natuurlijk mee oppassen. Hetzelfde geld schieten ze er 5 in. Aankomende zondag gaan we natuurlijk niet vanuit. Maar... Ja, het zijn feiten, hè? Tot op heden. Ja, tot nu toe mag ik niet klagen met de penalties. Nee. Hoe komt dat? Ik denk dat je sowieso lang moet wachten. Een beetje probeert de speler... van ze af te leiden en zo lang mogelijk wachten en dan gewoon vol voor een hoek gaat. Dat is gewoon een momentopname wat je op dat moment je gevoel zegt. Soms bijvoorbeeld voor een wedstrijd afgelopen Feyenoord dan droom ik dat ik als ik een penalty tegenkrijg dat hij bijvoorbeeld rechts gaat. En we hebben ook wel eens beelden. Dan zie je bijvoorbeeld dat de penalty schieter links schiet. Dan ga ik toch meestal toch op mijn droom af. Soms werkt dat bijvoorbeeld tegen PSV. Dat Luc de Jong penalty, die schoot hij altijd door het midden. Ik had daarvoor had ik zo'n gevoel van hij gaat hem rechts van mij schieten. Uiteindelijk doet hij dat wel. Gewoon een bepaald gevoel die je op dat moment hebt. En daar moet je gewoon met volle overtuiging een hoek in gaan. Heb je een boekje? Ik heb wel een lijstje, maar ik ga hem niet altijd af. Ik ga gewoon puur mijn eigen gevoel in. Af en toe even een stapje iets meer naar links of naar rechts. Of voordat hij schiet doe ik mijn hand even naar links. Het zijn allemaal methodes. Ik probeer, als het zondag zover zou komen, dan zou ik zo gek mogelijk proberen te doen om hem af te leiden. Alles eraan doen om die beker in ieder geval te winnen. Ja, dat lijstje nog even kort. Is hij van jezelf of word je daarmee geholpen? Hoe werkt zoiets? Ja, daar kan ik niet zoveel over kwijt. Wil je niet zoveel over kwijt? Ja, wil ik ook niet, nee. Ik heb wel een lijstje, maar wat ik al zeg, ik ga gewoon op mijn gevoel af. Ik zie het daar wel. En ik ga echt niet met een heel lijstje mee de goal in. Ik weet misschien 1 of 2 jongens. Dat betekent ook niet als ik het weet dat ik daarin ga. Want hun weten ook dat wij die beelden kijken. Dan kunnen ze hem ook nog in de andere hoek schieten. Dus je kan daar ook niet te veel van uitgaan. Het is gewoon puur op gevoel. Het belangrijkste is zo lang mogelijk wachten. Zodat zij mij niet een kant op zien gaan, zodat ik het hun extra makkelijk maak. Dat is denk ik voor mij belangrijk, dat ik zo lang mogelijk blijf staan en uiteindelijk hem een keuze laat maken. En dan moet ik gewoon met volle overtuiging een hoek in gaan. Tot slot, je hoort het vaak, keepers zijn een beetje gek. Keepers zijn een beetje anders dan voetballers. Ik denk dan ook heel erg bijgelovig. Hoe zit het met jou? Of ik een beetje gek ben? Nou, dat moet je... Laten we eerst maar eens een bijgelovig erbij pakken. Nou, dat valt wel mee. In het begin van mijn carrière was ik best wel bijgelovig. Dan moest ik echt eerst die handschoen aan en dan die handschoen als laatste de kleedkamer uit. Nog wel meer dingen. Ik ben het gelukkig allemaal vergeten. Dan ga je echt dingen denken. Dan ben je een beetje zenuwachtig elke wedstrijd. Dan ga je echt dingen doen die waarvan je denkt dat ze helpen. Dat is het meer. Ik denk dat dan helpt. Dat is een beetje bijgeloof. Nu heb ik eigenlijk helemaal niks meer. In het begin zijn er natuurlijk nog maar een paar kleine dingen. Ben je net nieuw bij een club, is het een beetje spannend. Maar... Zoals, kun je dat nog zeggen of wil je dat liever niet? Ik ging bijvoorbeeld een bepaalde weg rijden, terwijl het een omweg was. Naar het stadion ging ik wel gewoon met die weg. Eén weg was een keer afgezet. Toen dacht ik van oké, dan rij ik zo. Uiteindelijk speel ik tegen Ajax aan die wedstrijd. 2-0 gewonnen. Voor het eerst echt een lekker gevoel overgehouden. Ja, de week erop was die weg weer goed. Ik heb toch voor die weg gekozen, die omweg dus. Nog steeds? Ik rij nog steeds, ja. Dat zijn van die kleine dingetjes. Maar voor de rest met eten of handschoenen eerst aan, denk ik helemaal niet meer bijna.
Bijna. Je gaat niet zondagochtend in het hotel vlakbij Rotterdam eerst... Nee, maar ook niet een speciale boterham smeren, weet ik veel wat. Nee, helemaal niks. Wat ik op dat moment trek in heb, dan dat eet ik gewoon.